Imadj stopte met spelen en Fand zonk terug in het diepe water. Mijn zoon is nog bij ons, sprak Tuan tot Finn. Maar als hij is opgegroeid, zal hij misschien sterven door de speren van de vier. Denk aan Finn en de vier als je het verhaal van Ierland vertelt aan hem die het gaat opschrijven, zei Finn. En ik geef je het woord dat de vier niet zullen jagen op de familie van Tuan. Ik zal het mij herinneren, zei Tuan. En zo gebeurde het. Totdat de koning der herten oud was en herboren als zilveren zalm van de rivieren en de zee.